Dank u wel voor de vraag om even een beeld mee te geven hoe het is om als scheidsrechter op een WK van de junioren aanwezig te zijn. Ik heb even een momentje tijd gezocht tussen wat heet de ochtendblok en de finale blok in de namiddag. De zaal is dan zo ongeveer leeg, maar dat kun je dan een beeld even vormen van hoe de zaal hier in Dushanbe eruit ziet. Een typische dag van een scheidsrechter op een WK heeft een aantal vaste elementen die voor iedereen hetzelfde zijn. En een aantal momenten dat je zelf invult. En dat verschilt van scheidsrechter tot scheidsrechter en van land tot land. Persoonlijk probeer ik zoveel mogelijk vast te houden aan een stukje vaste ramine, een vaste strategie. Omdat me dat wat rust geeft. Er zitten soms kampen bij die inderdaad wat stress met zich meebrengen. Dat is voor elke scheidsrechter individueel anders. Maar ik hou voor mezelf ervan om vast te houden aan een bepaald stramien. Om bepaalde dingen altijd hetzelfde te houden. Om te starten met de avond voordien, dus de eerste avond voor de start van een WK, hebben we met alle scheidsrechters samen een trainingssessie op de mat, waar we in judo eigenlijk specifiek een aantal zaken van het reglement of herhalen, of op basis van de voorgaande toernooien wat extra duidingen meegeven. Het is natuurlijk zo dat de regels niet veranderen in een Olympische kwalificatieperiode. Tijdens die events zijn er ook vaak weinig nieuwe dingen. Maar vaak wel een aantal punten die moeten naar voren gebracht worden om even te verduidelijken. Want in hans mijn carrière, scheidsrechter nu, met mijn luid op aan het tellen, ik denk 25 jaar, misschien iets meer, heb ik na afloop van een half jaar nog nooit niet gehad dat er niks veranderd is of niks speciaals is bijgekomen. Dus het judo evolueert, situaties evolueren. Dus die trainingssessies zijn meer dan nuttig. Het kunnen soms ook pittig zijn als er sessies zoals diving en dergelijke aan bod komen. Dan probeer ik de avond voordien op een bepaald uur te gaan slapen. Ik zorg voor mezelf klassieke 7 uur. Meer heb ik absoluut niet nodig. Het is ook moeilijk om te vroeg te gaan slapen. Minder voel ik me toch snel wat vermoeid. Zeker na een dag of 4-5 op een WK ben ik toch te vermoeid te zijn en de concentratie gaat ook naar beneden. Dus ik probeer je slaap goed te verzorgen. In steden waar je nog niet bent geweest, probeer ik inderdaad wat iets van de lokale cultuur mee te pikken. Dat kan oftewel op de eerste dag of dat probeer ik dan na afloop van het toernooi te doen. Tussen de wedstrijddagen door ziet mijn avond er eigenlijk meestal hetzelfde uit. Ik probeer wat te sporten als dat mogelijk is. Meestal binnen, soms ook een keer buiten gaan lopen. Dan eten we met een aantal scheidsrechters samen, niet altijd met iedereen. Iedereen eet een beetje op een verschillend moment, een verschillend tempo. En dan is het eigenlijk al het moment om naar je kamer terug te gaan en om daar voor mezelf evalueer ik dan even mijn dag. Wat was goed? Wat zijn de werkpuntjes ook voor de volgende dag? Daar neem ik mee. En dan zijn we klaar om te gaan slapen en klaar om de volgende dag te starten. Dus morgen zelf neem ik een licht ontbijt, maar dat is voor elke keer verschillend. En dan zijn we meestal een uur voor het aanvang van het WK in de zaal aanwezig. En dat is eigenlijk net genoeg, soms wat te veel, maar om je concentratie te zoeken, even terug te acclimatiseren aan de zaal, alle noodzakelijke punten vast te nemen, waar zit de scheidsrechterscommissie, waar zit de medische tafel, waar in de scorebord, waar zitten mijn tijdopnemers, hoe groot is de wedstrijd, hoe ga ik me waar beheven. Ik probeer dat voor mezelf wat te visualiseren, dat geldt, maar dat geeft me op zich ook wat rust. En ik noteer al mijn wedstrijden die ik heb gedaan, om dan na afloop, zoals ik daarnet zei, van de dag dan die wedstrijden specifiek nog een keer te bekijken en ook de commentaren, de correcties, de tips die we krijgen tijdens het toernooi zelf, komen aan bod. De commissie roept op soms apart als dat nodig is, als er specifieke zaken zijn. Maar meestal worden we gewoon gecorrigeerd in ons oortje. Omdat zij dan effectief soms wel de tijd nemen om het via het care-systeem, om via de videobeelden even bepaalde zaken in detail verder te kijken. En tussen de wedstrijden is dat op zich voor iedereen verschillend. Dan neem ik soms, als er iets speciaals gebeurt waar we zelf niet mee betrokken zijn, dan neem ik 1 of 2 collega's soms in vertrouwen om hun mening een keer te weten. Maar ook dat probeer ik niet te veel te doen, omdat dat soms een sfeer geeft van wat commentaar op elkaar te geven. Dus ik probeer het enkel te doen als we er zelf iets kunnen leren. En zoals nu is het tussen de ochtendblok en de middagblok, de finale blok, meestal een uurtje, een half uurtje soms, tijd om nog wat snel iets te eten en om je voor te bereiden voor een eventuele selectie van de finale blok. Die hangt wat af van de prestatie in de ochtendsessie en dan ook wat af van het aantal wedstrijden. Op de WK is de finale blok kort, beperkt.
Er zijn met toch maar 15 scheidsrechters, dus is de kans dat je in elke finale ook aanwezig bent toch iets minder groot dan op een klassieke Grand Prix of Grand Slam. Het is ook altijd fijn, er zijn ook vandaag, niet alleen vandaag, maar op dit WK twee banen aanwezig. Heeft ook altijd vaak wat extra sfeer, wat extra plezante druk dan wel, om een baan aan het werk te zijn. Dus dat is op zich zeker ook fijn. En dan na afloop van het toernooi is er op zich een kleine debriefing waar de belangrijkste zaken eraan bod komen van Hans' toernooi. En een kortere debriefing is er ook na afloop van elke dag. En dan worden we daar soms wel bijgestuurd, terug aandachtspunten komen aan bod. En dan is het opnieuw tijd om naar het hotel te gaan en onze avond te starten. En nogmaals bedankt voor jullie interesse en jullie tijd. En ik hoop dat ik heel veel scheidsrechters op die manier kan enthousiasmeren om ook het scheidsrechtersvak, wat het misschien vak mag wel zijn, op te nemen en daarmee te starten. Succes aan iedereen en tot snel. Dag.